Sometimes byt die vis in die sterk water, sometimes byt die vis nie in die sterk water nie. Maar ons gaan kyk. As ons gaan kykie, dan gaan ons die witie. Alles die mis, hoe toe, alles die water, hoe sterk in die vis byt, dan gaan ons. Hy byt oor 'n lekker breë area vandag. En ek dink almal het vandag goeie vis gevang en ons het dit geniet. Ja, baie lekker gewees. Wauw, we gaan oor uit jou. Binne betaalbaar meneer. Ons is tevrede. Ons kan dankie vir je vader. Vir die vang van die dag. Dat is een zekerde dag gewees. Jy is veilig terug. Ja, veilig terug. Veilig, ja. Kom maar naar de. Ik heb hier groot geworden in die Weskus. Van standaard 4 af vang ik snoek. Lengtes langs die Weskus. Maar vandaag was die dag wat ik die meeste boten ooit gezien heb. Wat die uitgegaan het om te gaan visvangen. En die vis het op een lekker brede area gebijt. Ik is een visplekker. Hulle noem mij Antideen Snoek. Ik plek alle jaren snoek. Lekker snoek. Vars snoek. Die wijze vars pink snoek. Ik koop vis van die boot af. Voor die kleinhandelaars, voor mensen wat 100, 280, 90, 50, 40 soek. Ik is die persoon op die kei wat voor hulle die vis inkoop van die boot af. So, Langana is een persoon wat bij de groot vracht koop. 1500, 600, 700, 800. Dat is een Langana. Hij koop die vis van die boot af. En hij verskaf die werk aan die flikkers. Elke dag. So, dat is mijn werk wat ik doe. Ik is een Langana. Maar ik koop net voor die kleinhandelaars koop ik vis. Ah,
De reden waarom ik koopie is om voor mijzelf een broekje te verdienen, ik soms ga de prijs minder te doen, dan betaal ik de prijs, ik vraag 20 rand of 10 rand meer om mijn broodje te verdienen op, maak het schoon voor de mensen en zo. Maar dat is ook maar al wat ons inkrijgt, als het maar net een 2-3 maanden season voor een jaar, verder anders gaat daar ook maar niks meer aan. Snoek is fantastisch mooi, groot en zijn leven is lekker pink. Eet je Snoek? Ja, ik eet Snoek meer. Lekker? Hij smaakt lekker, hij smaakt ook op je tanden. Bitter als hij? Bitter als hij. Als Snoek ons houdt, bitter als hij. Ik hoop eindelijk zout die zo aan die mensen wat vis komt vangen zo meneer. En hulle zout hulle vis als hulle het samen wil huis toe neem of wanneer pap van die pap vissen. Dan gooi hulle zout dat die vlees weer kan herstel. Ja, en dat zo'n pakje kost 10 rand.